Welkom bij de 10 minuten van het online mini-interview van Entertainment Business. Ik ben Ed Hogeveen en vandaag is mijn gast componist Christon Kloosterboer. Christon, hartelijk welkom. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Tenminste, dat zeg ik, want mensen om me heen zijn gezond. Dus in deze tijden toch, dan is het prima. En jij bent ook gezond. Ik ben ook gezond, ja. En hoe is het met jou? Ja, met mij is ook goed, dankjewel. Je bent de eerste die naar vraagt, maar dat maakt verder niet. Oké. Hey Christon, wij kennen jou van vroeger als deelnemer aan Idols, waar je de finale ronde haalde. En vervolgens terecht kwam in XYP, een Brits-Hollandse popgroepje. Dat zelfs met een nummer 1 in de top 40 wist te scoren met Body to Body. En nog een paar hitjes. Maar wij kennen je natuurlijk vooral van jouw band Rigby. Met wie je onder meer 4 albums maakte. Het Anthem for Serious Request schreef. En een tv-seizoen lang waren jullie de huisband bij De Wereld Draait Door. Na Rigby ben je je steeds meer gaan toeleggen op het componeren voor liedjes voor andere artiesten. Dat deed je voor onder meer Elo Black, Hardwell, Ronnie Flex, Jo Silvio. Maar ook voor Ed Struilaert, Tino Martin, Thomas Berg en Boudewijn de Groot. Hoe ga jij om met de door corona veroorzaakte nieuwe werkelijkheid? Kijk, voor mij, ik leefde hiervoor ook al redelijk kluizenaarachtig. Dat is ook de reden waarom ik als artiest ben gestopt. Omdat ik daar steeds meer tegenaan liep. Ik lastig vind. Het extraverte gedeelte, zeg maar. Ik heb me in de studio opgesloten. Dus op zich is er zeg maar, creatief dan niet zoveel veranderd. Alleen het enige is de samenwerking. Dat is gewoon moeilijk. Dat is het grootste probleem voor mij nu, op dit moment. En daar moeten we ook weer creatief in zijn. Net zelf al, je bent actief in de electronic dance music, EDM. Je hebt muziek gecomponeerd voor Hardwell, wat ik al zei. DJ Brennan Hart en Dash Berlin. Ja. Ook die sector is natuurlijk getroffen door het virus. Ik denk dat ze, heel hard gezegd, dat ze meer gewoon vet op hun botten hebben. Dus ja, dat is gewoon een florerende business. Dus die jongens, die toeren heel hard. En dat is natuurlijk, dus op dat vlak kan je nog steeds, en die releasen dus ook nog steeds muziek. Ik vond het zo mooi toen eindelijk het woord ecosysteem viel. Volgens mij bij Op1. Want ja, je denkt natuurlijk aan die grote mannen, maar het gaat eigenlijk meer om het ecosysteem eronder. En ik denk dat gewoon, dus binnen die dance scene, Armin overleeft het, maar je hebt natuurlijk de geluidsman, de lichtman, de VJ, de crew die vooruit gaat, de tourmanagement, tot aan überhaupt van festivals natuurlijk. Degene die de dicties levert of de catering tent. En natuurlijk, ik wil niet te veel naar mezelf kijken, maar ook de songwriter, weet je wel, die heeft daar ook last van. Alleen voor mij is het tweeledig. De grote dingen die nu niet meer doorgaan, dat is wel echt een probleem voor mij qua inkomsten. En de dingen die ik nu niet kan doen, waardoor ik mijn werk niet kan doen, waardoor ik zeg maar over, ik werk veel in het buitenland. Dus dan heb ik over 2 jaar een probleem. Dus het gekke voor mij is dat ik mijn inkomen dingen, die gaan over 2 jaar spelen. In de maanden dat ik nu niet kan reizen. Ik reis veel, werk veel met andere mensen samen. Dat kan nu niet. Dus ik zou naar Berlijn gaan, naar Zweden. Ik zou naar Nashville weer een reis gaan doen. Ja, dat kan allemaal niet. En dat zijn dus allemaal inkomstenbronnen waar ik over 2 jaar dan last van heb. Maar goed, ik ben blij, want ik kan er in ieder geval dan mee omgaan en alvast op voorbereiden. De bassist om mij heen, weet je, of de geluidsjongen, niet. Dus ja. Ja. Hey, ik weet dat jij recentelijk, een paar maanden geleden zat je in een schrijverskamp voor het nieuwe album van Guus Meeuwis. Ja. Daar heb jij liedjes voor gecomponeerd. Ja. Guus heeft het release van het album, dat is verzet. Net als de Groots met Zachte G concerten van Guus. Ja. Wat betekent dat voor jou? Maar ja, inderdaad. Dat is zo'n punt waar je vaak mensen niet over nadenken. Want ik krijg heel veel mensen om me heen die zeggen, nou, jij kan gelukkig nog liedjes schrijven, toch? Weet je? Want die zien dat hele romantisch en dat snap ik. Dat is heel goed, hoor. Van, nou, je zit gewoon met een gitaar of achter een piano zit je gewoon in je eentje liedjes schrijven. Maar het heeft natuurlijk echt te maken met netwerk en wanneer ergens iets wordt uitgevoerd. En dit soort stadionconcerten, dat zijn inkomsten of een album wat niet uitkomt. Ik was
ja, ik ga er geen naam noemen, maar ik was met een hele grote internationale artiesten bezig. En die release is klaar. Dus voor mij was het, samen met een Franse DJ met wie ik heel lang al werk. En wij waren heel blij van, nu gaat het komen. Maar ja, wij merken ook dat alles is lastiger. Dus die is ook weer verschoven. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Niet alleen qua inkomsten, maar ook omdat je gewoon heel graag wil delen. Dat je het heel graag denkt van, nou, hier komen we. En dus inderdaad, zo'n concert of dat soort dingen, dat die Tino Martin ook, die wordt ook verschoven een jaar later. Dus ja, dat zijn inderdaad dingetjes waar je last van hebt. Ja. Jij componeert ook muziek onder tv-commercials. Dat heb je in het verleden gedaan voor Grols en voor Vodafone, weet ik. Ja. Je hebt zelfs een Buma Award gewonnen daarvoor, vorig jaar. Voor de campagne van Appelsientje, waar jouw muziek onder zat. Ja. Krijg je nog steeds opdrachten uit de tv- en reclamewereld? Ja, wel een beetje. Ik heb hem al zo gehad. Ik heb nu ook inderdaad wel een opdracht waar ik mee bezig ben voor een grote bank. Maar ik moet wel zeggen dat Coca-Cola die aankondigt van we gaan ons marketingbudget de komende 3 maanden eens even lekker even naar beneden schroeven. Natuurlijk, dat gaat allemaal ook weer doorcijpelen. Dus ik merk wel dat het lastig is op dat vlak en dat wel een beetje opdroogt en minder wordt. Alleen het gekke is dan weer, opeens ik kreeg gisteren een mailtje en mijn manager die belde om 10:30 s'avonds. Nou, dan weet ik wel vaak, Wilfried Damman is mijn manager en die als die zo laat nog belt, dan is het of heel erg slecht nieuws of heel erg goed nieuws. Maar goed, en dat was een aanvraag die nu loopt voor een hele grote commercial in Amerika, die dan nationwide gaat lopen voor een periode. Dat is voor een songwriter heel erg interessant, en voor mij dus ook. En het zou echt een hele grote redding zijn in deze tijd. En dat is dus een nummer wat ik 2 jaar geleden heb gemaakt, waar ik niet eens meer over nadenk eigenlijk of zo. Dus het gekke is dat op zo'n manier kan dat opeens komen. Ja, als in de onderhandelingen niet uitkomen, dan is dat er opeens weer niet. Het blijft een beetje gek hoe dat gaat als songwriter in ieder geval dan met dit soort tijden, in dit soort tijden. Buiten dat jij liedjes componeert voor andere artiesten en voor tv-commercials en ook zelfs televisieseries, ben je ook nog steeds bezig met je eigen solo carrière. Dat doe je onder je eigen naam, maar ook onder andere namen. Zoals North en wat had je nog? Sir Notch? Ja, Sir Notch, ja. Hoe gaat dat? Kijk, ik ben altijd al heel erg gewend geweest om hele commerciële dingen te doen. En daarvan mijn eigen passieprojecten en dingen te betalen. Dus ik werk nog steeds zo. En daarom ben ik wel in staat in ieder geval om nu dan juist weer daar de focus op te leggen. Dus als ik even, maar ja, dat ben ik al gewend. En ik merk wel om me heen dat heel veel creatieven om me heen zijn deze fase waarin we nu zitten al een beetje gewend. Van dan is er opeens heel veel geld en dan is er opeens helemaal niks. En dan opeens heb je het heel druk, dan weer niet. Hè? En daar hebben we heel veel ZZP'ers denk ik mee te maken, niet alleen creatieven. Dus voor mij is het wel fijn dat ik nu juist weer daarmee aan de slag ben. Ik ben zelfs met vrienden van mij een tv-format, ook rondom muziek en dingen aan het ontwikkelen. En dus dat soort dingen, die kunnen opeens. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Hey, kun jij als ZZP'er ook een beroep doen op de regeling uit het steunpakket voor de overheid? Zoals de TOZO. En doe je dat ook? Ja, ik kan wel beroep doen op de inkomsten die zijn komen vervallen. Alleen niet op de andere regeling. En dat heeft te maken met mijn kosten. Omdat de studio die ik moet betalen, die kosten vallen nog gelukkig mee ten opzichte van wat je moet halen. Volgens mij €4.000 of zo, wat je als kosten moet maken. En anders zou ik wel heel creatief moeten. Tuurlijk, ik kan zeggen mijn instrumenten opvoeren of dat soort dingen. Maar ik vind wel dat als het zo op deze manier lukt, dan iedereen moet zijn eigen afweging maken. Maar dan heb ik daar geen aanspraak op gedaan. Want ik vind als ik dat dan al een beetje moet gaan overdrijven, dan doe ik dat niet. Dan heb ik daar gewoon geen recht op. Oké. Okay. Dat is voor de mensen die wel die torenhoge kosten hebben. Ga je gebruik maken misschien van andere regelingen? Zoals het net door Buma en Sena opgerichte noodfonds muziek?
Ja, ik ben er nog niet ingedoken, dus ik weet nog niet hoe het in elkaar zit. Maar zeker, ja, wat ik al zei, het gaat gewoon meer om van, heb je het nodig aan en heb je er recht op? Dus tuurlijk, we bekijken wel, ook met mijn manager, kijk ik gewoon naar wat redelijk is en om dat ook inzichtelijk voor jezelf te krijgen. Wat een moeilijke vraag voor mij is, wat ik al net zei. Want het gekke is dat je inderdaad opeens een telefoontje kan krijgen, waarin ze opeens zeggen, ja, zo'n commercial, en dan gaat het echt over heel veel geld. En ja, dat kan ook net niet doorgaan. Dan heb ik het wel weer heel hard nodig. Ik heb geen flauw idee. En het gekke natuurlijk is, in 3 maanden dat je niet kan reizen, niet kan werken. Nou, bijvoorbeeld zo'n liedje wat dan op aanvraag is, wat ik in Nashville heb gemaakt, dat is natuurlijk een reis die ik nu niet ga maken. Dus in theorie zou ik over 2 jaar later weer die aanvraag niet krijgen. Want ja, weet je, je hebt niet weer nieuwe dingen gemaakt. Maar ja, hoe kan je dat inzichtelijk maken? Dat merk ik wel voor mij echt heel anders dan bijvoorbeeld een loodgieter om mij heen die echt kan zeggen, nou, ik had zoveel klussen, dat is met zoveel afgenomen, hè, die echt een soort per klus een factuur heeft. Ja, zo werkt het in mijn wereld niet. Dus dat ja, is moeilijker. Maar dat betekent, als ik zo naar je luister, dat je het voorlopig nog wel een hele tijd kunt uitzingen en dat je ook een verwachting hebt, een goede verwachting hebt richting toekomst. Ja, nee, ik blijf wel gewoon hartstikke positief. Maar ik moet wel zeggen, ja, er is ook niet zo heel veel anders te doen. Dus ja, dat heeft ook wel een beetje mee te maken met, je hebt niet heel veel andere keuze. Dus ja, of ik moet wat ander werk gaan doen en dat zou ook zeker kunnen. Maar ik blijf gewoon, ik blijf dit doen, want dit is waar ik voor gemaakt ben, wat ik leuk vind om te doen, elke dag. Dus daar zal ik me altijd hard voor blijven maken. Maar ik denk gewoon sowieso dat iedereen, natuurlijk, je moet positief blijven. Dus wij maken ook allemaal plannen. Er is nog genoeg te gebeuren. Ik heb een boek geschreven, een roman. Daar heb ik een soundtrack bij gemaakt. Een lees-soundtrack, reading soundtrack noem ik het, van 4 uur lang. Die is helaas dus ook doorgeschoven. Omdat de boekrelease kon niet, de wat promo eromheen niet. Dus, maar dat zijn allemaal dingen waar ik heel erg naar uitkijk en waar ik gewoon mee door blijf gaan en mee ontwikkelen. Dus ja, we gaan het gewoon zien wat de toekomst gaat brengen. Oké, ik kom bij de laatste vraag. Heb jij nog als componist praktische tips of adviezen voor andere componisten die hier in Nederland zelfstandig zijn en voor zichzelf moeten opkomen en zorgen? Nou ja, wat ik bij mezelf merk, en dat bedoel ik niet belerend, maar wat ik wel leuk vind is, omdat ik nu wat extra tijd heb, ben ik ook gewoon weer met skills dingen bezig. Dus ik ben gewoon weer bepaalde fingerpicking patronen aan het bekijken. Dat ik denk, oh ja, hoe kan ik nou daarop groeien? Ik ben weer met mijn pianospel wat meer jazzachtige dingetjes aan het uitzoeken en zo. Dus eigenlijk gebruik ik die tijd om gewoon weer terug te gaan naar toen ik 16 was of zo, weet je, dat ik uren per dag zat te oefenen. Dat gaat natuurlijk een beetje af en ik heb wel het consortium gedaan, dan kom je natuurlijk helemaal in die modus. Alleen dat verwatert een beetje, omdat het wordt een business. Dus ik ben nu dat weer aan het doen, dat ik echt gewoon weer tutorials en dan met een gitaartje in de zon. En dan gewoon wat dingen of wat bossa nova dingetjes aan het uitzoeken. Dus deze tijd, weet je wel, kan je daarvoor gebruiken. Ja. Christon, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik kijk uit naar nieuwe muziek van je. En naar dat boek natuurlijk, wat gaat komen. Ja. En voor nu, blijf vooral gezond, man. Ja, leuk, dank. Hetzelfde natuurlijk en leuk om je even te spreken.